Wat is er vanmiddag precies te doen? Vertel het ons eens. Er is vanmiddag van alles te doen. Sinterklaas zit hier achter ons een gedeelte van de tijd in het kruispunt en we lopen over de middenbaan. Ja, het is één groot feest. Nou, gelukkig. Wij zijn erbij en we gaan eens kijken hoe gezellig het hier binnen is. Zeg Sinterklaas, heeft u een goede reis gehad nu? Jazeker, ja. Het weer is zo mooi, want ik had gedacht... Dus de ouders en de opa's en oma's vieren dat met de kinderen mee. Er was iemand op televisie die had gezegd dat het dit weekend heel hard zou gaan stormen. Uit de wolken, zie je wel. Is dit bij Roodmoetje? Dit zijn de Pieten uit de Pietenband. Hoe is het nou om in de Pietenband te spelen voor Sinterklaas altijd? Heel gezellig. Ja, dan kunnen we altijd de kinderen aan het zingen maken en zo, hè. Dus ja, het is altijd heel erg leuk. Moet je nou elk jaar nieuwe dingen instuderen of heel het jaar door oefenen? Hoe gaat dat precies? Ja, we moeten altijd wel heel erg goed blijven oefenen, want anders dan, als er iets misgaat, dan is het niet leuk natuurlijk. Hoe oud ben jij al dat je nu al in de Sinterklaas en de Pietenband mag spelen? Ik ben 10 jaar. Hoe komt het dat je zo jong al als Piet mag spelen? Ik ben gevraagd en ja, ze vonden me heel goed als Pietje en ook als trommelaar, dus toen mocht ik meedoen. Heb je je schoenen al gezet dit jaar? Nee. Hoezo niet, jong? Ik was het altijd vergeten. Oh, maar heb je wel dingen op je verlanglijstje staan voor volgende week misschien? Ja. Zoals? PlayStation 3. Hoe gaat het met de cadeautjes dit jaar? Moeizaam. Moeizaam. We hebben van die zakken en daar past niet alles in dit jaar, want de verlanglijstjes zijn zo groot. En dat is moeilijk te dragen, moeilijk mee te nemen. Plus, ons pakhuis is bijna vol. Wat heb je gevraagd Sinterklaas dit jaar? Heel veel. Nee. Nee? Heb je al wel je schoen gezet deze week? Nee. Hoezo niet? Ik heb het gewoon gezet. Ja, maar wel vanavond. Heb jij je schoen al gezet, jonge man? Ja. En wat heb je erin gekregen? Snoepje. Oh, en wat heb je nog meer gekregen? Heb jij een nieuw pak? Het ziet er hartstikke mooi uit als Piet, hè? Jullie allemaal. Je was wel gezellig binnen? Ja. Okay, wat was er te doen? Leuk. Je mocht jumpen en je mocht zingen. En je mocht ook op het podium komen om te jumpen. Ze hadden 4 jongens uitgekozen. Robert. Ben jij wel zo lief geweest als dat je zei op je verlanglijstje? Ja, ik durf het bijna niet te zeggen. Maar wat had jij allemaal op je verlanglijstje staan, Robert? Ik wilde graag nieuwe schoenen. Nieuwe schoenen? Ja. Welke maat heb je, Robert? Want dat ben je vergeten te vertellen op je verlanglijstje. Ik denk dat weet Sinterklaas gewoon wel. Nou, ik denk een 43 inderdaad. Dat is duidelijk een 43,5.